Okie dokie. De Daily Challenge. Schijnbaar is Battle Royale opgenoemd, maar dat boeit niet. Laten we eens kijken wat het allemaal gaat brengen vandaag. Ze zijn trouwens echt recht naast mij. Zijn ze aan het graven. Dus als dat er doorheen komt, het spijt me. Ik heb geen idee waar ze mee bezig zijn, maar nou, bij deze dus. Het gegraaf gaat gewoon door. Dus ja. Ik denk, maar ik heb dat voor de rest nog geen bewijs van, dat dit overigens een locatie is die we al eerder gehad hebben in Bolivia. Maar ik heb daar voor de rest echt nul bewijs voor. Dat is een beetje de uitdaging, zeg maar. Dat zegt niks dat, hè? Nee. Dat zegt dit. Hallo. Oh. Ik was heel even bang. Maar ik heb het idee dat dit een locatie in Bolivia is die we al een keer eerder gehad hebben. Denk ik wellicht. Heb ik er echt nul bewijs voor. Ja, .bo. Oké, dus het is inderdaad Bolivia. Volgens mij was dat hier ergens. Oké, dus dat is in ieder geval goed. Daar ben ik blij om. Nou, woehoe, ik herken een oude locatie. Yay. Daar mag ik trots op zijn. ja. Dit is het einde. Misschien kan ik op die boot kan ik nog iets zien of zo, iets dergelijks. Maar goed, wat ik dus zeg, als het gegraaf op de achtergrond klinkt, het spijt me ten zeerste. Ik kan er heel erg aan doen. Eerlijk is eerlijk. Dat is, ja. Het is een beetje naar. Nee, want ik denk dat dit gewoon, hoe heet het? Ik zie hier ook niks staan of zo in de richting van. Dat is. Ik zeg niet dat dit het is, maar Comarapa zal er in ieder geval in de buurt liggen. Nou, in de buurt liggen, 20 kilometer vanaf liggen, zal ik bedoelen. Dit zal wel Amerika of Canada zijn. Als we die kant op gaan, dan denk ik dat we al vrij zullen zien. Nee. Wat het is. Oh, correctional. Ik dacht dat daar Connecticut stond. Ik denk van, huh? Oké, dat is makkelijk. 30 zou toen suggereren dat dit Amerika is. En de plaat heet Gibson. Of is dat de. Kan ook meneer Gibson natuurlijk zijn, van die dat elektriciteitsding heeft. Ik moet dat zien. Ik denk dat het een T is en dan zou het Tennessee zijn. Coleratief! Excuus. Oh no. Wat? 155. Really? Ik denk dat dat Tennessee is. Denk ik. Dat is ook de vorm van Tennessee, dus. Wat is het? 155 en 78. Dat
als ik één van die twee zou winnen, vinden, dat zou al heel geweldig zijn. Wat ik zeg, ik ga puur uit van wat daar staat natuurlijk, dus. Maar volgens mij is dit de vorm van Tennessee en dit is 155. Dit is 78, dus dit kruist hier. Dan zou dit Dyersburg kunnen zijn. Heb ik enige aanwijzing welke... Oh! Goh. Hè? Ik ben benieuwd wat erop... welke staat dat het is. Dit is, ik geef eerlijk toe, dit is gewoon een beetje beschamend. Oh my god. Ik ben blij dat ik het gered heb, hoor, maar oh my god, dit is wel echt. Woe. Ik had het misschien ook wel kunnen raden, zo van, huh. Weet je wat? Als ik de ene kant uit daar bordjes heb, dan is het misschien aan de andere kant ook wel. Wie weet. Laten we dat maar heel snel vergeten. Weet je, we gaan terug naar daar, want daar stond sowieso een bordje, hier. Dus dit is een stuk bewoonde wereld in ieder geval. Dus ik hoop dat we hier sneller op of bij iets komen. Al is het alleen maar één bordje met een beetje taal erop, weet je. Dat is eigenlijk alles wat ik moet hebben. Zoiets als... Nee, dat is een hekje. Maar goed, als die auto daar nog staat. Helaas, nee. Ik zie geen plaats. Dan zou dit ook Rusland of Oekraïne kunnen zijn. Het is een interessante. Dan ga ik hier wel redelijk wat punten verliezen, daar niet van. Maar... Goed, maar 2 keer 5000. Nogmaals, voorlopig volg ik gewoon wat ik denk dat het is. De aanwijzingen vertellen mij dat dit Letland of Litouwen is. Ik zie aan de weg, aan de rest van de omgeving, aan... Oh mijn god, ik mag niet verder. We zitten misschien heel dicht tegen de grens met Letland. Dat is vrij kak, moet ik eerlijk zeggen. De huizen doen ook niet echt Russisch aan. Dus ook dat is nog een ding. Sowieso de hele omgeving doet niet Russisch aan, dus ik denk, het was wel Rusland uiteindelijk, maar ik ben wel, kijk hier als, ik ben wel blij dat ik hem dan hier weggezet heb, want ik heb wel gewoon mijn gevoel gevolgd, zeg maar. Ze rijden links, dus dan zou dit Thailand zijn. Nee, het is niet Thailand. Het is dan... Dit...
eerst de Filipijnen. Ik weet alleen niet meer. Darn it. Ik weet alleen niet meer wat. Hoe dat zit met die eilanden. Batanangas. Wat ik eigenlijk zoek. Of deze of deze. Ja, San Pascual zou natuurlijk ook heel goed zijn, maar ik denk niet dat ik die ga vinden. Ben ik heel eerlijk in. Ofwel, oké. Okay. Maar klopt dit? Is dit. Wat ik eigenlijk zoek is San Pasquale. Ik denk dat dat wel klopt. Maar. Ik kan me vaag herinneren. Dat hierbovenin ook een Batamanga zat. Maar klopt dat? Want wat ik zoek is. In principe is. Nou, wat ik zoek is San Pasquale. Quel. Quel. Hoe je het ook uitspreekt. Oh, wauw, het zat. Oh, wauw. Hoe blind ben ik geweest dat ik dat niet gezien heb? Anyways, het zat er dicht genoeg op. Dit is. Spanje? Vraagteken? Helemaal niet geduld. Waarom is alles blinde vlek? Is hij. Hallo? Oké, gelukkig. Oké, dat was eventjes naar. Ja, dit is zeer zeker Spanje. Maar goed, Spanje hoeft natuurlijk nog niet altijd Santa Barbara. Santa Barbara? Dat is Amerika! Hallo? Oh my god. Freaking. Volcorpa. Ik wil. Nou, verderop. Ja, daar. He, he. Eindelijk pikt hij wat speed op. Want. Oké, Sojera. S.O. Je zou denken dat hij dat toch wel Sojera daar. Oké, top. Ik denk eerlijk gezegd ook dat dit Sojera is. Aangezien dat hij Sojera Noord en Sojera Oost opgeeft. Het is 200 meter naar afstand naar 21. Dit is 20, dat is hier rondweg. Dus wat we eigenlijk zoeken is weg 21. 12. 9. Zullen we eens kijken wat er op de achterkant van de borden staat.
Want wellicht dat dat mij ook een beetje Zaragoza, Pamplona. Zaragoza ligt volgens mij hier, hè, dus dan zou je denken dat het om hierboven ergens gaat. Wil het eventueel hier zou kunnen zijn? M2, 3, 4. Dat is hier. Dan zou ik eerder hier in de buurt zetten, denk ik. 7,5. Oh wauw, het was wel echt helemaal aan de andere kant van dingen. Dat is echt gewoon compleet interessant. Dat hier komen die drie wegen bij elkaar. En hier komen ze nog een keer bij elkaar. Dat had ik echt niet verwacht. Maar goed, heel veel punten. Gewoon weer lekkere scoren. Het was niet al te moeilijk. Ik denk degene waar ik het meeste mazzel mee gehad heb, is deze. Want ik ben heel eerlijk, als ik 100% zeker geweten had dat het Rusland was geweest, had ik hem hier weggezet. 100%. Maar ik had echt zo'n idee van, nou, het zou wel eens niet Rusland kunnen zijn. En voilà. Maar goed, weer een lekkere score. En weer goud. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik, tot morgen.